Está dando un paso a lo que crees, lo corrupen. Nacionales lo corrupen. Y nacionales lo dicen. O sea, vamos, lo corrupen, también está con la. El problema no puede venir, no puede venir. Este es un poco terug, maar ik wil eigenlijk beginnen met een tekst uit 1 Korinthe 1. En dat is de roeping die voor ons allemaal geldt. En mij vraagt het niet uit of je de Heer nog maar net kent, dat je al 50 jaar met hem verbonden bent, of je kind bent, volwassenen. De roeping uit 1 Korinthe 1 is voor ons allemaal. En dat is een basis. Dat is eigenlijk, je zou zeggen, dat is de eerste roeping die je hebt. Vers 9. Staat, God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Dat is de roeping die iedere christen heeft, die eigenlijk iedereen heeft. Hè? Want we worden allemaal geroepen om gemeenschap te hebben met de Heer Jezus. Ook als we de Heer Jezus niet kennen, dan worden we ook opgeroepen tot God. Dan roepen we tot ons ook om te komen tot Hem door Jezus Christus. Want Hij is onze verzoening voor onze zonde. Maar ook als we de Heer Jezus al kennen, dan is het een voortdurend gemeenschap hebben met Hem. En dat is zo'n prachtig vers om daarover na te denken. Want als je dat vers zo leest, God is getrouwd, daar begint het eigenlijk al mee, door wie u geroepen bent. En ik vind het heel bemoedigend. Want het zegt eigenlijk dat God ons roept tot de gemeenschap met zichzelf. Eigenlijk betekent dat dat Hij dat wil. Want degene die ons roept, dat is degene die ook het verlangen heeft. En dat we die gemeenschap hebben. Dus God, de Vader, die roept ons. En dat is zijn verlangen dat wij allemaal gemeenschap hebben met Jezus. Zo. Met Jezus Christus, onze Heer. En dat vind ik echt een heerlijke bemoediging. Als we denken over roeping, dan kan je nadenken over hele grote zaken. Je kunt nadenken van, waar roept de Heer mij toe? Dat zijn best wel goede vragen om te stellen. Maar dit is het eerste waar we als van waar je als gemeente, maar als kind van God in mag zijn. Dat is onze eerste roeping. Je bent geroepen tot de gemeenschap van zijn Zoon. En als je nadenkt, wat is dat eigenlijk? Gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus. Dat is gemeenschap en relatie. En relatie met de Heer Jezus Christus. Hij woont in ons door zijn Heilige Geest. We zijn aan hem verbonden. Je mag pleiten door die gemeenschap op het werk wat de Heer Jezus heeft gedaan. Je mag vertrouwen op het bloed van de Heer Jezus Christus, waardoor we gered zijn. Je mag vertrouwen op het woord van de Heer Jezus Christus. Dat leven met Hem is een gemeenschap. Doordat de Heilige Geest daarin meekomt, dan wandel je met Hem. En dat is eigenlijk iets wat voortdurend belangrijk is. En ik merk het in mijn eigen leven ook. Ik ben soms best wel druk. Dus ik denk dat heel veel mensen wel druk zijn. En dat is het best wel lastig om die tijd te hebben waarin je echt tijd met Hem hebt. Waarin je op de knieën gaat. Waarin je stil bent. Waarin het woord open gaat. Maar juist door die momenten wordt onze gemeenschap met hem gevoed. Daarom is het zo goed om op zondag naar de gemeente te gaan, maar ook door de week. Dus het is heerlijk om die gemeenschap met hem te hebben. Dat is onze eerste roeping. En dat is een relatie. Dat is niet alleen een relatie met de Heer, maar natuurlijk ook met elkaar, als broeders en zusters. Maar het is ook een deelgenootschap. Als je, het is gemeenschap aan zijn Zoon Jezus Christus, betekent ook dat je één bent met de Heer Jezus Christus. En dat betekent dat je één bent met hem in zijn lijden. Maar ook deel bent in zijn heerlijkheid, deel bent in zijn erfenis, deel hebt in de heerlijkheid van Christus. Het is zo'n groot vers waar je op zich al heel lang over na zit en denkt, wat houdt het allemaal in? Maar de Heere God die roept ons daar toch op en daar wil ik echt deze preek mee beginnen. Als we nadenken over wat is roeping nou? God is getrouwd door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van de Zoon Jezus Christus. Hij verlangt er naar de Vader dat we één zijn met Jezus. En daarom vind ik het ook zo fijn dat we met elkaar bidden. Dat je in je eentje bidt, maar dat je ook met je broers en zusters bidt. Dat het woord open gaat, dat je tijd met hem besteedt. Zodat hij door jou heen kan leven. Zodat hij door die gemeenschap met hem kan voeden. Zodat we met hem verbonden zijn. En dat die gemeenschap toeneemt, dat die relatie groeit. Dus dat is eigenlijk onze eerste roeping. Om de start van al terug, maar daar begint het eigenlijk. Dat is het eerste stukje wat ik zou willen zeggen over roeping. En door op een aantal stukjes te delen uit het woord van God, korte stukjes, waarin we elke keer iets zien van wat roeping is en hoe dat nou functioneert. Het tweede stukje wat ik graag met jullie zou willen lezen, is 1
Thessalonicenzen, hoofdstuk 2. U bent getuige in God hoe heilig, rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft. Paulus is hier aan het schrijven van de gemeente en hij vertelt hier hoe hij heeft gewandeld binnen de gemeente. En hij legt uit wat hij gedaan heeft, hoe hij de gemeente heeft onderwezen. En dan gaat hij verder vers 11. Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekt en aanmoedigen, net als een vader zijn kinderen. En dan komt vers 12, dit is een belangrijk vers. Wij roepen u ertoe op waar te wandelen van God, die u zijn koninkrijk en heerlijkheid. Daarom danken wij God zonder gevallen dat u toen u van ons gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen. Niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Nou, het gaat hier om vers 12. En dan zegt Paulus dat hij de gemeente opriep. Om waar te wandelen van God. Die u roept. Dus dan komt die roeping eigenlijk weer terug. God roept ons. Dat is eigenlijk essentieel. Daar begint het mee. God roept ons. En net was het. God roept ons tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. En hier roept hij ons tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. En de Heer God die roept ons dus. Maar we mogen ook elkaar daartoe oproepen. Want Paulus roept ook de gemeente op. Om waardig te wandelen. En wat is nou waardig wandelen? Hoe wandel je nou waardig voor God? Nou, als de Heer God jou ergens toe oproept en je dat waardig wandelen, dat gaat erover dat je waardig wandelt voor God die u tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Als je erover nadenkt, dan is dat nogal wat waar hij ons toe oproept. En waardig wandelen, dat hoort erbij dat je zo wandelt, zodat degene die je roept daarin geëerd wordt. Nou, dat is de Heer God. Dus waardig wandelen heeft te maken met de heiligheid van God. Dat we op zo'n manier wandelen dat we. Ja, je wandelt voor God. Je wandelt en dat moet passen bij de heiligheid en de eigenschappen van God. En daarom is het zo belangrijk dat we weten, we zijn geroepen tot God door de mensen van zijn Zoon Jezus Christus. En waartoe worden we opgeroepen om ja, tot zijn koninkrijk, zijn heerlijkheid. Nou, het koninkrijk van God, dat is de plek waar God regeert. En als het goed is, zijn wij met elkaar, met heel veel andere broers en zussen, het koninkrijk van God. Hij regeert toch in ons leven? Hij is toch degene die het in ons leven voor het zeggen heeft? Hij is toch onze koning? Dus als hij ons roept tot zijn koninkrijk, dan gaat het koninkrijk regelen voor de toekomst. Maar ik denk dat het nu ook al is. Wij leven voor God en dat hij onze koning is. En daarom roept hij ons op. En ook zijn heerlijkheid. Hij roept ons op tot zijn heerlijkheid. Nou, de grootste heerlijkheid die je kan bedenken, dat is dat je één bent met de Heer. Zoals in het Oude Testament de heerlijkheid van de Heer neerdaalde op de tabernakel. Er kwam daar een wolk en die kwam daar neer. Dan wist iedereen van het volk, de Heer God, hij is er. Dat had zo'n grote impact op het volk. Iedereen wist dat. Maar die heerlijkheid die is nu in de gemeente. En zo in ons als de Heilige Geest in ons is. Dan weet je dat. De Heilige Geest die is er. Dat is de heerlijkheid van God daar. En dat is waartoe we worden opgeroepen. En omdat we daartoe worden opgeroepen, is het belangrijk dat we waardig wandelen. God die roept ons op om waardig te wandelen voor hem. Als je bent geroepen, laat die roeping ook waardig wandelen. Dus niet de kantjes ervan aflopen, zou je kunnen zeggen. Maar weet, we leven voor hem. Hij is onze koning. We worden geroepen tot zijn heerlijkheid dat hij ons kan wonen. En we lazen net al in de Korinthebrief, maar nu ook weer, dat God het is die roept. Dat is echt een van de meest bemoedigende dingen, vind ik zelf, als het gaat over roeping. Dat hij ernaar verlangt. Misschien heb jij in je leven niet eens een verlangen om voor God te leven. Maar God heeft dat verlangen wel. En hij wil ons ertoe oproepen. Wandel met mij. Eigenlijk is dat wat hij zegt. Wandel waardig met mij. Leef heilig voor mij. Want ik roep je tot zijn koninkrijk. Ik roep je tot zijn heerlijkheid. En dat is ook een vraag aan jou en mij, net zoals de vraag aan mezelf. Wandelen zo van hem? En zijn we gericht
De gemeenschap met de Zoon, met Jezus, is dat ons eerste verlangen dat we één met Hem willen zijn, dat Hij ons loopt en wij met Hem. En als we dat dan doen, wat we dan die roeping waardig? Is het iets wat je denkt, nou, ik heb wel, ik wandel wel, maar het is eigenlijk niet meer mijn focus. Het is een van de dingen in mijn leven, maar er zijn nog zoveel andere dingen die ook belangrijk zijn. En misschien wel belangrijker worden. God roept ons hiertoe op. Laten we Hem weer de eerste prioriteit geven. Laten we leven naar Jezus. Laten we de gemeenschap met de Zoon zoeken. En als we dat doen, dan zullen we merken dat we waardig gaan wandelen. Want als je de gemeenschap met de Zoon zoekt, heeft het wel met elkaar te maken. Dan wandel je waardig, want dan woont Jezus in jou. En dan is het mogelijk om in zijn koninkrijk te leven, dat Hij de koning is, dat je de keuzes die je maakt op Hem afstemt, en is Gods heerlijkheid voor ons. Dus die wandel. Die is waard doordat de Heer Jezus Christus in ons is. Doordat we gericht zijn op de gemeenschap met de Zoon. En daarom is het zo belangrijk dat we onszelf bevragen. Ik denk ook dat we elkaar als broeders en zusters moeten bevragen. Wandelen, is die gemeenschap van de Zoon, is die daar? Zijn we in het woord, bidden we. En als we dat doen, dan proeven we dat met elkaar. Ook in de gemeenschap, dat merken. Dat Gods geest dan is. Dus dat is eigenlijk ook weer dat God ons opnieuw roept tot zijn koninklijke heerlijkheid, maar we mogen elkaar daar ook toe oproepen. Als Paulus de gemeente oproept, dan is het ook voor ons een hartelijke oproep, niet om elkaar af te schieten als het wat minder is, maar elkaar te bemoedigen en elkaar weer te verbinden aan Jezus Christus, zodat we als gemeente één zijn met Hem. En volgens Hem gewoon, ja, dat we als gemeente een waarde van worden. En misschien kijk je wel eens om je heen en dan wandel je met de Heer. Je hebt vrede in je hart, Hij heeft geest in je. En je dankt Hem en dan ben je op je werk. Je loopt op straat of in de supermarkt. En dan zijn er zoveel mensen om je heen die die wandel niet hebben. Nou, Jezus had dat ook. En ik wil graag een klein stukje daar lezen met jullie. Dan ga ik een stukje terug naar Matthäus 9. We hebben natuurlijk een schat als de Heer Jezus in ons hart had. Maar niet iedereen heeft die schat. En daar wil ik jullie ook graag het laatste stukje van hoofdstuk 9 lezen. Ik wil graag naar Matthäus 9. Het is snel dat we hier maar weg gaan. Het laatste stukje van Matthäus 9, dat begint bij vers 35. Het staat bij mij boven de hoofd in de schuil. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen, gaf onderwijs in de synagoge. Hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen hij de menigte zag, wat hij eerder ontferming bewoog over hem. Omdat zij met moeite verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen de discipelen: de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Nou, als er iemand was die vol was van Heilige Geest, dan was dat natuurlijk wel de Heer Jezus zelf. En hij geeft onderwijs, leest in vers 35. Predikt en geneest mensen. En hij ziet die mensen dus wel. Hij is in contact met die mensen. En dan komt vers 36. En vers 36 is een heel belangrijk vers. Daar kan hij heel veel van leren. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen. Omdat ze vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Ik ben geen deskundige in Grieks. Ze hebben een heel mooi woord voor innerlijk met ontferming bewogen. Zou je dit woord besparen? Maar het is de sterkste uitdrukking van medelijden in het Grieks. Dus er staat, dus toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen. En er is geen sterker woord in het Grieks wat dat kan, wat dat als het ware zegt. Het is de grootste emotie, zou je kunnen zeggen. De meest sterke vorm van medelijden. En het wordt ook alleen maar gebruikt voor Jezus. En het komt soms voor in de gelijkenis. Dus als hier staat, toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen. Dat is niet even dat hij dacht, ach, wat een zielige mens, en hij ging weer verder met zijn leven. Het
raakte hem diep in zijn hart. Hij had zo'n grote vorm van medelijden met de mens. En waarom had hij allemaal zoveel medelijden met die mens? Dat staat daarna. Omdat ze vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Nou, Edward gaf zo juist al getuigenis van die gemeente. We waren ook schapen die geen herder hebben. En we lezen hier in onze Bijbel twee woorden. Omdat ze vermoeid en verstrooid waren. In het Grieks staan eigenlijk drie woorden. Dat zijn ook dus allemaal hele lange en ingewikkelde woorden. Maar één woord betekent voortgejaagd. En je moet je eigenlijk voorstellen, een beetje in de schapenterm, want het gaat over schapen die geen herder hebben. Je moet je voorstellen dat het schapen zijn die zijn voortgejaagd. En het eerste woord betekent eigenlijk, ze zijn voortgejaagd en hun huid is gewond en beschadigd. Dat is wat het Griekse woord zegt. In die context kun je je voorstellen dat er een schaap is die is van de kudde afgedwaald. Die is gewond geraakt door de doornstruiken die er daar, die plek veel waren. En zijn huid is beschadigd. Dat is wat het eerste woord zegt. Estumenoi. Het tweede woord, dat betekent eigenlijk zonder kracht vermoeid zijn. Echt heel vermoeid zijn. Je hebt geen kracht, dus het schaapje kan als het ware niet meer werken. Een stukje voortreden, nu is die zo vermoeid, misschien heeft hij wel bloedverlies. Hij kan niet meer verder. Maar het derde woord is dus het sterkste woord, Erimenoi. Dat betekent aan de kant geworpen als een lijk op de grond ligt. Zo moe dat je niet meer kunt lopen. Dus eigenlijk kun je je voorstellen dat het schaapje daar op de grond ligt en die is bijna dood. Zo erg. Hij is gewond geraakt, hij is vermoeid geraakt en hij kan niet meer verder. En als er niks verandert, dan ook hij dat vaak. Dat is hoe Jezus de mensen zag. Zo zagen ze het er niet uit. Ze liepen daar gewoon in de synagoge. Ze waren gewoon in gesprek. Ze zagen het misschien heel gezond uiterlijk. Maar Jezus keek met de ogen. Ja, toen hij de mensen zag, toen zag hij dat. Hij zag schapen die geen herder hebben. Schapen die vermoeid zijn, die verstrooid zijn, die gewond zijn. Die niet meer verder kunnen lopen. Die bijna sterven. Die zijn lijn op de grond liggen. Dat was wat Jezus zag. Als je dat op je in laat werken, dan kun je misschien ook beter begrijpen waarom Jezus zo sterk ervan van emotie had. Waarom hij zo vol medelijden was. Zo vol bewogenheid was. Met die schapen. En dan ligt het er ook bij. Zoals schapen die geen herder hebben. Jezus noemt zichzelf tot de goede herder. Hij wil heel graag niet herder zijn. Deze mensen hebben geen herder. Er waren wel mensen die zich herders noemden. Farizeeën noemden zichzelf ook herders. En al die andere leraars. Maar het waren die goede herders. Het waren mensen die in plaats van ze dichter bij God brengen, ze verder van God vandaan hielden, als het ware. Dus ze hadden wel misschien wel herders, maar het waren geen echte herders. Er was niemand die voor ze zorgde. Het is juist Jezus' belang om zo voor deze mensen te zorgen. En ik vroeg mezelf eigenlijk af. En ook een vraag aan ons allemaal. Als wij om ons heen kijken, dan zien we onze ongelooflijke buurman, buurvrouw, collega, klasgenoot. Wat zien we dan? Zijn we afgeschomd en onverschillig geworden? Omdat het nou eenmaal zo is. Want we weten toch wel dat ze zo in het leven staan. Of raakt het ons hart? En hebben we de emotie die Jezus voert, het medelijden dat we bij had, omdat het niet goed komt met ze? Omdat ze God nodig hebben. Omdat ze zonder Jezus Christus verloren gaan. Is dat nog iets wat met ons, wat op ons inwerkt? En ik moet me er regelmatig van bekeren. Dat ik soms verhard raak en onverschillig ben. Doordat doordat je meegaat in het leven, de dingen dat je accepteert. En dat je vergeet te kijken zoals Jezus keek. Maar als we ons laten leiden door de Heilige Geest. Daarom is het ook belangrijk dat we geroepen worden tot die gemeenschap met zijn zoon. Dan geloof ik dat we meer en meer, dat zie ik in mijn eigen leven ook, die bewogenheid krijgen. En dan krijg je die bewogenheid met mensen die Jezus nog niet kennen. En misschien zie je wel mensen om je heen waar je een beetje afstand van neemt. Omdat ze zich misschien laatdunkend uitlaten over het christelijk geloof. En spotten. En soms dan ben je geneigd om mensen die Jezus niet kennen te beschouwen als wolven. Je denkt, nou, dat zijn vijanden van het evangelie. Ze moeten er niks van weten. En je beschouwt ze als wolf. Maar er zijn wolven. Paulus schrijft erover dat er wolven komen die de gemeente niet zullen sparen.
Maar heel veel mensen zijn geen wolven, maar dat zijn schapen zonder herder. Een andere behandeling dan. Een wolven moet je ver van je houden, maar een schaap heeft een herder nodig. Iemand nodig die ze leidt, die ze naar de Heer Jezus leidt. Want wij weten dat het woord van God zegt dat er geen andere naam is waardoor we zaken moeten worden dan alleen de Jezus. Dus het geldt voor onze omgeving, voor de mensen om ons heen, ook voor de mensen verder weg. En als ik om me heen kijk, dan zie ik zoveel mensen die niet eens weten dat ze een schaap zijn zonder herder. Ze hebben geen besef. Heb je het ook? Als je mensen om je heen hebt, die leven en die denken dat alles goed gaat, want ze leven goed en ze doen hun best. En het zal vast wel een keer goed komen, dat is wat ze zeggen. Maar wij weten vanuit het woord van God dat het niet goed komt. En dat ze verloren gaan. Sommige mensen zijn vermoeid en verstrooid, je ziet het in hun ogen. En andere mensen hebben dat helemaal niet, die ervaren dat hebben. Het is wel zo, maar ze zien het niet. Maar wij kennen de waarheid. Wij weten wat God wil. Dat ze behouden worden, dat ze verkeren. En dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Misschien zie je geen oogst om je heen. Misschien ervaar je het niet dat er mensen zijn die oogst aan het steken geven. Je probeert te getuigen, maar je merkt dat je woorden afstoot. Of je probeert te getuigen, maar je weet niet hoe. En je mist misschien de vrijmoedigheid. Te gaan om duidelijk uit te leggen. Je voelt je misschien onzeker, misschien getuigt je geen hand. En zie je geen oogst. Soms zie ik oogst en soms zie ik, ben ik vooral aan het zaaien, voor mijn gevoel. Maar God zegt, de oogst is groot. En als ik om me heen kijk, dan zie ik zoveel mensen, zoveel kinderen ook. Ik werk te veel met kinderen. Die de Heer Jezus niet kennen. Of die maar niet een beetje weten van de Heer Jezus. Maar veel te weinig. De oogst is groot, zegt het woord van God. En omdat het woord van God op zegt, is het ook zo. Er is een grote oogst. Maar er zijn weinig arbeiders. Daarop een plaatje voor de kinderen. Snap dat even nog. Dat heeft met oogst te maken. En wie kan wij even vertellen wat er hier te zien is? Dat is echt een beetje geloofd op dit plaatje. En kijk naar dat. Weet je ook hoe dat heet? Met die moeilijke woorden. Die weet je? Ja. Ja. Ja, dat klopt, ja. Weet iemand ook hoe dat grote ding heet? Zeg aan me wel, onderscheiding. Ja, dat is een heel veel. Maaidosje. Gijs? Maaidosje, ja. Een combine. Zeggen we vaak. Het is een maaidosje. Gelijk, ja. En tegenwoordig gaat het zo in Nederland. Er komt zo'n grote combine als een oogst zit. En het gaat dat in augustus of zo staat dat hoog. En dan komt er zo'n combine en die rijdt zo in één keer over op die akker. En in een mum van tijd is al het oogst geoogst. Maar vroeger ging het niet zo. En zeker niet in het Israël. Maar het was zo. En wie kan zeggen wat niet te zien is. Dat weet jij wel raar, maar zeg het maar. Een meneer. En het is misschien niet zo duidelijk, maar dan kan je zien wat hij in zijn hand heeft. Ja, een zeis, een sikkel. In ieder geval iets wat heel scherp is, waarmee je moet half elkaar afsnijden. Dat is best wel veel werk. Want ik ben nog niet klaar, dus dat moet, je moet het eerst afsnijden, dan moet het drogen. Daarna moet je het nog dorsen. Het is niet zomaar zo dat er gelijk maar een paar van die korreltjes in je hand liggen dat je brood kunt pakken. Ik heb wel eens gehoord dat een boer daar 130 dagen per jaar mee bezig was met het dorsen van het graan. Niet eens te oogst. Dus dit is een enorme klus. Het is niet zo van je oogst op een dag, je zet het in de schuur en het is klaar. In die tijd ging dat allemaal heel anders. Dus de oogst is een klus, zou je kunnen zeggen. En vroeger was iedereen daarbij betrokken. Als het klaar was en de oogst was rijp, moest iedereen meedoen. Iedereen moest helpen. En waarom was dat zo belangrijk? Nou, als je te vroeg bent, dan heb je niet zoveel opbrengst. Dan is het graan niet gereikt. Als je te laat bent, dan verrot het graan op het land. Dan ben je ook te laat. En daarom is het heel belangrijk
om ons te laten leiden. Want het gaat hier natuurlijk over een geestelijke oogst. Mensen die de Heer Jezus moeten leren kennen. Mensen die de Heer Jezus nog niet hebben aangenomen. Er is een oogst. Omdat het woord van God het zegt, de oogst is wel groot. Maar er zijn weinig arbeiders. Er zijn heel veel van die mensen, wij zien ze misschien niet. Die verlangen dat het Heer Jezus aan wordt verteld. Die verlangen dat er iemand is die ze helpt om Jezus te leren kennen. Maar dat zijn zo weinig mensen die dat doen. Ja, we hoorden een tijdje terug een verhaal van een vrouw. Ver weg in een ander land. Die vroeg een zendeling. Die werd wat het ook was gedoneerd. En die vroeg of er een zendeling zou komen. En die kwam er niet. En uiteindelijk was er een zendeling. Die kwam naar dat land. Waar die vrouw had gevraagd. En de hele tijd dat er eindelijk iemand was die daarheen kon gaan en getraind was, was de vrouw overleden. Dat hoorde. Daar waren we dat. Zijn er nog te weinig arbeiders? Zijn ze te laat geweest? Ik weet het niet. Maar er is wel nodig dat de oogst is groter dan we denken. Maar er zijn weinig arbeiders, weinig werkers, zou ik kunnen zeggen. En dat heeft dus alles te maken met dat vers 36. Dat die schapen. In vers 36 gaat over schapen, in vers 37 gaat over oogst. Dat heeft er altijd met elkaar te maken. Het is dezelfde situatie. Er zijn mensen nodig die deze mensen, die verstrooide en vermoeide mensen zijn. Een herdergene. Misschien ben je al een herder die ze mee kan leiden naar de Heer Jezus Christus, zodat ze verbonden worden aan de grote herder, aan Jezus Christus. En dan roept de Heer Jezus in vers 38 de mensen ertoe op. De discipelen, bid daar tot de Heer van de oogst. Hij arbeidt in zijn oogst uit. Hij raakt een gebed. Nou, hoor ik dat er vandaag al wordt gebeden. Dan heb je een mooi, Anita, dat je naar verbad. In je gebed. Het is heel belangrijk dat we bidden. Dat er arbeiders in zijn oog worden uitgezonden. En ik vind het heel bemoedigend dat er staat in vers 38: bid daar tot de Heer van de oogst. Dus het is zijn oogst. Het is de Heer van de oogst. Hij heeft de regie. Hij weet wat nodig is. Want we kunnen ook, als je vers 36 gezegd hebt, dat je inderdaad blijft, uit paniek iets gaan doen. Omdat je denkt: ik moet iets gaan doen. En je laat je leiden door de nood. Maar de Heer is de Heer van de oogst. En Hij heeft de regie in handen. En wat wij dan mogen doen, en wat we ook moeten doen, is bid tot de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders in zijn oogst uitzet. Dus laten we dat doen als gemeente. Bid voor mensen die kunnen oogsten. Misschien bid je wel voor jezelf. Misschien heb je wel het gebed van Jesaja. Als je zegt: de Heer, zend mij. Jesaja, wat dat ook. Hij was zo vol van de heiligheid van de Heer. Dat hij eigenlijk niet anders kon. Hij zegt: Heer, zend mij. Zijn lippen waren geheimd. En toen was hij bereid om te gaan. Dat is ook een vraag aan jou en aan mij. Ben jij bereid om te gaan in de dienst van de Heer? Om te oogsten? Misschien denk je: dat kan ik eigenlijk niet. Want het is werk voor mensen die veel meer ervaring hebben dan ik. Maar als de Heilige Geest in je hebt, dan kan je dat wel. En de Heere God, die is de Heer van de oogst. En het is heel belangrijk dat we aan Hem vragen: Heer, wat kan ik doen in uw koninkrijk? Hij heeft de regie. Anders gaan we zelf dus wel doen, maar laten we het verwachten van Hem. Degene die de Heer is van de oogst. En Hij zal ons dan de plek wijzen waar we heen moeten gaan. En misschien is dat wel Cambodja. Volgens mij Henk is dat Cambodja geworden. Het kan ook zijn dat het gewoon jouw werk is. Dat je mag oogsten op je werk, je kinderen. Moeder van je gezin, vader, je collega's, klasgenoot, koninkrijk van God. En de oogst kan ver weg zijn, maar er staat ook heel dichtbij. Dus laten we niet gelijk denken dat we naar verre land moeten. Het kan, dat we bij Henrique zien, dat de Heer heeft geroepen om daar naartoe te gaan. En we zijn er dankbaar voor dat je dat ook wil doen. Dat kan ook gewoon heel inhoudelijk. Dichtbij. Misschien is het wel je eigen vader of je eigen moeder, of je eigen oom of je eigen oom. De Heere God die roept ons er ook toe om in ieder geval te bidden dat de Heer het uitzendt. Als je weet dat je geroepen wordt, dan mag je gaan. En vertrouw dat Hij blijft. Het kan ook zijn dat je wel bent geroepen, maar dat je daar nog niet aan gehoord hebt. Dan wil ik je daarvan vragen om erover na te denken. Maar ook als je wel wordt geroepen, maar je bent niet gehoorzaam, dan kan de Heer niet zegenen. Het is echt heel belangrijk dat als de Heer ons ergens naar
toe roept dat we gehoorzaam zijn. Je moet denken aan het verhaal van Jona. Kennen jullie natuurlijk ook allemaal wel, hè? Jona werd geroepen dat je zat niet in mee en hij had eigenlijk geen zin, en daarom ging hij naar de andere kant op. En God stuurde een vis. En God stuurde die vis denk ik niet omdat hij Jona zo'n prachtige man vond en ik dacht, ik ga Jona eens redden van die zee. Maar God stuurde die vis omdat er in Nineveh 120.000 mensen waren die de Heer Jezus, die God nodig hadden. En daarom is het belangrijk, als we worden geroepen, dat we ook gaan bereid zijn om te gaan. En als je al bent geroepen, maar je verzet je daar misschien nog tegen, beleid dat aan de Heer. Dat zijn en wees bereid om te gaan, om je beschikbaar te stellen aan het Koninkrijk van God. Ik heb nog een bemoediging voor mensen die denken, ik kan het niet. Een mooi citaat van iemand die schreef, God roept onbekwame mensen ertoe belangrijke dingen te doen, zodat hij het eer krijgt en niet zij. Dus als je denkt, ik ben een onbekwaam, nou, roept onbekwame mensen. Dan kun je niet denken, wat ben ik een geweldig getuige, ben ik een geweldige zendeling. Maar God, die krijgt de eer. Ik wil nog een laatste gedeelte van jullie nemen, dan gaat hier daar ook over roeping, en dan hebben we Romeinen 10. En dat is vers 13 tot met 5. Romeinen 10, vers 13 tot met 5. Vers 13 is natuurlijk een heel bekend vers. Heel vaak terugkomt in de prachtige vers. Want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Ja, dat de Heer, het is gewoon echt waar. Dat we, als we de Heer Jezus aanroepen, dan worden we zalig. Maar dat is ook het begin van een stukje redenering van Paulus. Een goddelijke redenering, denk ik. Want we zien eigenlijk stap voor stap dat hij teruggaat. Daarom is het een lezing van de staat vers 14. Hoe zullen zij dan hem aanroepen, in wie ze niet geloven? Hoe zullen zij in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? Hoe zullen zij horen van zonder iemand die predikt? En hoe zullen ze prediken als ze niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe heer, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die goede verkondigen. Je ziet eigenlijk dat hij steeds een stapje terug gaat. En denkt, ja, je kunt wel, het is wel na, dan moet je die naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Maar dat heeft geen zin als mensen God niet kennen. Hoe zullen ze dan hem aanroepen in wie ze niet geloven? Er moet iemand zijn die ze vertelt dat de Heer Jezus de enige weg is. Dat hij regeert, dat hij God is. Er moet iemand zijn die aan een moslim uitlegt dat niet alle de weg is, maar Jezus. En hoe zullen ze in hem geloven in wie ze niet gehoord hebben? Je moet eerst hebben gehoord van hem voordat je erin kunt geloven. En als je erin gelooft, dan kun je hem aanroepen. Dan gaan we weer terug. Eigenlijk zijn die vragen voor de mens aan wie het vertelt. Maar daarna gaat het over ons als gelovigen. En hoe zullen we horen? Zal iemand die predikt? Dus er moeten predikers zijn. Er moeten predikers zijn die vertellen aan mensen dat Jezus de enige weg is. En hoe zullen ze predikeren als ze niet gezonden worden? We weten dat de Heer van de Oost, dat Hij degene is die zegt. Dat doen we wij niet zelf. Hij is de zender. Maar Hij verlangt er wel naar om mensen te zenden. En dat weet ik. Omdat in vers 15 nog iets anders staat. Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Dat is eigenlijk het hart van God. Als je dat goed leest, dan zie je hoe Gods welbehagen aangeleerd is als je bereid bent om vrede te verkondigen. Om het goede te verkondigen. Het is een citaat uit het Oude Testament en ik vind het echt heel mooi. Als jij bereid bent om evangelie te brengen. Heel eenvoudig. Dichtbij. Of misschien verder weg. Dan ben je lieflijk in Gods ogen. Hoe lieflijk zijn de voeten? Daar zie ik. En toen dacht ik, waarom voeten? Nou, Paulus die schrijft, die was een echte wandelaar, zou je kunnen zeggen. Die heeft de halve wereld rondgelopen. Hij is vele plekken geweest. En soms ging hij verder op schip. Maar hij heeft ook vele honderden, misschien wel duizenden kilometers gelopen. En misschien waren zijn voeten wel vol met
blaren van al dat lood elke dag in de wind een nieuwe stap. Dus die werd 20 kilometer lang of 50 kilometer lood. En dat deed hij allemaal om mensen te vertellen over Jezus. En werd hij er weer uit. Moest hij weer vluchten uit de stad en dan ging hij weer naar de volgende stad. En dan liep hij weer 50 kilometer of 100 kilometer, ik weet niet eens hoe de afstanden. Maar hij man ontzettend veel gelopen hebben. Maar die ogen, die voeten van hem waren liefelijk in de ogen van God. Omdat Paulus door die voeten het leven heen praat. Het gaat hier over voeten. Hoe liefelijk zijn de voeten? Maar je kunt ook zeggen hoe liefelijk zijn de handen. Als je je handen gebruikt, te typen, zodat je de woorden van God doorgeeft. Hoe liefelijk is je mond? Als je je mond gebruikt om te vertellen over Jezus. Hoe liefelijk, eigenlijk gaat het erover, hoe liefelijk kijkt God naar je als je gehoorzaam bent. Heel eenvoudig. En datgene waar je voor doet. Het gaat er niet over dat we geweldige zendelingen worden. Het gaat erover dat je beschikbaar bent in de ogen van God. En ik zeg, Heer, ik stel mezelf beschikbaar. Ik ben bereid om te doen wat u van mij heeft. Maakt niet uit wat het is. Een taak in de gemeente. Een taak buiten de gemeente. Misschien allebei. Misschien is het eenvoudig getuigen naar je buurman. Misschien is het naar Cambodja gaan, zoals bij Henrik is. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dat is aan de Heer. De Heer is degene die zendt. En als wij bereid zijn om te dienen, dan zal hij ons gebruiken. En dan wil ik u mee bemoedigen. Wees bereid om hem te dienen. God ziet je aan. Je bent liefelijk. Zijn aan. Amen.